Ieder team neemt zometeen plaats aan zijn eigen kant van het speelveld. Om en om rennen jullie zometeen met jullie eigen kleur kokosnoot om hem in één van de vakken te plaatsen. De bedoeling is om vier op een rij te krijgen. En dit mag horizontaal, verticaal of diagonaal. Het team dat als eerst drie keer vier op een rij heeft, wint en zal daarmee tegen Team Mix moeten opnemen in de grote finale. Ja. Duidelijk. Kandidaten, voor een plek in de finale. In 3, 2, 1, go! Ik ging gelijk vol erin. Ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon 100% geven. Dit is do or die. We gaan naar huis of we winnen. Quinten heeft een blessure, dus ik dacht, dit gaan wij gewoon doen. Maar ja, het lijkt alsof hij geen last van zijn voet heeft. Die gaat er gewoon doorheen. Ik ga hem boven die vangen. Ja. Waar? Scheef. Die kant? Eentje erboven. Nog twee. Ah. Ik zie het niet goed. Mijn ogen zijn dus heel slecht op afstand. Dus ik ren naar het bord. Ja, en ik kan niet twee stappen achteruit zitten om even te kijken. Ja, dat kan natuurlijk niet. Rood is oranje net voor. Het meest tactische was in mijn hoofd gewoon steeds een coconut voor zijn. En ik wist dat wij sneller waren. Waar moet ik gaan zitten? Dat dan het eentje de ander. Snel. Als je nu snel bent, gaan we winnen. Ik weet dat Quinten een superharde sprinter is. Maar ik kan ook sprinten vergeleken met andere meisjes. Hier. Hallo Rico. Waar moet ik gaan zitten? Ja, kijk even goed. Fuck, die had ik moeten hebben. Shit, links onder. Ik merkte wel dat mijn conditie echt super slecht was. Na echt 5 minuutjes of zo begon ik echt een beetje op te geven. Omdat, ja... Ja... Wat dan? Je moest hem daar zetten, dan hadden we er bijna 4. We hadden bijna 4 op een rij. We hadden 2 op een rij en als hij me erboven zette en ik daarboven, want we waren voor, hadden we 4 op een rij. Maar Quinten zette hem gewoon op een random plek. We hebben nu 3. Diagonaal, snel. Snel. We hebben 4 op een rij. Nu, zet hem daar. Waar? Hierboven. Onderin van Rico, daar. Monster was heel scherp. Monster zei me een paar keer, Quint, daar leggen. Ja, 4 op een rij. Yes, en Team Oranje heeft 4 op een rij. Lekker man. Top. Eerst gewonnen. Ronde 1 is van Team Oranje. Ja. Haal nog goed in, haal nog goed uit. Ja. Ronde 2. In 3, 2, 1, go! Ja. Ja, die tweede begon ik harder te rennen. Toen werd het echt secondenwerk. Dus we hadden hem ook net voor hun erin gezet. Ja. Doe die gun al. Ja. Ja. Midden. Boven, ja. Snel. Blokkeer hem. Ik zet hem op 3. Nee, daar. Go. Eentje boven hun. Ik rende dus naar het bord en ik zag dus niks meer. Dus ik weet dan niet waar ik, in welke vak ik hem moest steken. We hebben hem. Ja, goed zo. Eentje erboven. Ik zie perfect. En Team Oranje heeft opnieuw 4 op een rij. Ik was Morena aan het coachen, maar Morena die plaatst die kokosnoot steeds de verkeerde vak in. En ja, ik bedoel, Morena, kom op. Die vakken zijn fucking groot. Dat kon je zelf ook wel zien. Maar goed, zij zag het niet. Oepsie. Het staat 2-0 voor Team Oranje. Hoeveel moeten we? 4. Ja, Morena had volgens mij geen idee waar ze mee bezig was. Dat was echt voordelig. Maar Rico is goed hierin. Dus ja, shout-out naar Morena, man. Thanks.